voortgaand verleden. Stichting Microtoerisme Inzicht helpt u uw historische kennis op een gemakkelijke manier groter te maken. Bijvoorbeeld door de geschiedenis van mooie steden in beeld te brengen. Maar u kunt op de website ook gratis historische stadswandelingen en audio-tours downloaden. Vroeger, tot 1962, kwam de boot niet hier in het Horentje, maar in Oudeschild aan. De overtocht duurde toen een uur. Nu is de haven van Oudeschild aan de Waddenzee heel rustig en kalm. Zo nu en dan komt een boot binnen of vertrekt er een. Behalve op vrijdag, want dan loopt de vissersvloot binnen en is het met de rust even gedaan. Dat was wat anders in de Gouden Eeuw, toen de Indiëvaarders van de VOC, de Verenigde Oost-Indische Compagnie, en de schepen van de oorlogsvloot hier voor Oudeschild op de reede van Texel soms maandenlang waren te wachten tot de wind geschikt was om uit te varen. Oudeschild is nu een rustig, aardig plaatsje om eens op je gemak te verkennen. Het Maritiem en Juttersmuseum is in Oudeschild onderaan de dijk gevestigd. Niet te missen is de molen, de traanroeier. Traanroeier was een beroep. Een product van de walvis, de traan, werd geroeid met een roede. In het museum kom je meer te weten over het oude Texel. Heel indrukwekkend is een maquette van de reede van Texel in een van de gebouwen. Dat Texel belangrijk was in de verdediging van de Republiek der Zeven Verenigde Nederlanden blijkt wel uit het feit dat vlakbij Oudeschild rond 1574, in opdracht van Willem van Oranje hemzelf, een fort werd gebouwd, de Schans. Vlootadmiraal Tromp hield hier geregeld krijgsraad. Doodvonnissen die daaruit voortvloeiden werden ter plaatse voltrokken. De lichamen bleven een tijdje hangen op het galgenveld. Dat was nog eens lik op stuk beleid. Vlakbij Oudeschild waren de wezenputten bij boerderij Brakenstein. Een plek waar ijzerhoudend water naar boven kwam. En juist dat water was voor de schepen heel geschikt om mee te nemen als drinkwater.
ijzer in het water zorgde ervoor dat het op de lange tochten over de wereld niet bedierf. Met kleine bootjes voer men door de smalle Skillsloot naar Huize Brakestein, de plek waar het water ingenomen kon worden. De gevulde tonnen werden naar de schepen gebracht die op de reede van Texel lagen te wachten. De opbrengst van het water ging naar het weeshuis in Den Burg dat eigenaar van de putten was. Midden op Texel ontdekken we ineens een heuvel. Die is wel 15 meter hoog. En op Texel noemen ze dat een berg. Sterker nog, het is de Hoge Berg. De Hoge Berg is een verhoging van de Keilimrug die 130.000 jaar geleden is gevormd. Onder de gletsjers uit de voorlaatste ijstijd. Het Galgenveld, waar terechtgestelde misdadigers nog een tijdje opgehangen werden, lag vlakbij het hoogste punt, zodat ook voor zeelieden op de reede van Texel goed zichtbaar was dat je op Texel een hoge prijs betaalde als je een misdaad pleegde. Aan de voeten van de Hoge Berg ligt de Georgische begraafplaats. Hier liggen soldaten begraven die in de voorlaatste oorlogsmaand in 1945 in opstand kwamen tegen het Duitse leger. Die soldaten kwamen uit Georgië. In die tijd nog een Russische republiek. Het waren krijgsgevangenen die na hun gevangenneming ervoor gekozen hadden om hand- en spandiensten te verrichten voor het Duitse leger. Op 5 april 's nachts kwamen ze in opstand. Het Duitse leger werd volledig verrast. 400 Duitsers zijn in die nacht door de Georgiërs letterlijk afgeslacht. Alleen de twee grote kustbatterijen in de duinen bleven in Duitse handen. Burgers uit Den Burg die mee konden strijden tegen de Duitsers moesten zich van de Georgiërs verzamelen bij het bunkercomplex Texla, net ten noorden van Den Burg, aan de oude weg naar de Kogel. Na aanvoer van verse troepen sloegen de Duitsers keihard terug. De Georgiërs trokken zich steeds meer terug naar het noorden van het eiland. Op het laatst was alleen de vuurtoren nog in hun handen. Toen ook die op 22 april viel, was hun lot bezegeld. De Duitsers maakten geen krijgsgevangenen. De Kogel, dat is wat de Georgiërs kregen. Op de begraafplaats bij de Hoge Berg liggen nu 565 gesneuvelde Georgiërs begraven. Bij de strijd kwamen niet alleen veel Georgiërs om, maar ook veel Duitsers en Texelaars. Tijdens de opstand van de Georgische hulptroepen tegen de Duitsers is de centrale plaats van Texel, Den Burg, zwaar beschoten. En in de Eierlandse polder zijn nog eens tientallen boerderijen in vlammen opgegaan. Veel burgers zijn bij de gevechten omgekomen.